De scheidslijn tussen wat realiteit is en wat het spel is, die begint te vervagen. En dat is echt een bizar proces om in te zitten. Het gaat eigenlijk alle kanten op gewoon. Kijk, gisteren zei bijvoorbeeld Kees, die zei tegen mij, ik weet dat Ewout maar op één iemand had gegokt op Daniel. Dus wat hij nu tegen mij zegt, is Daniel kan nooit de mol zijn. Maar het kan ook zijn dat Kees gewoon denkt van, weet je wat, ik zeg dat, want ik verdenk Daniel en ik wil niet dat Joep me ook gaat verdenken. Dus ik geef hem deze informatie, waardoor Joep niet meer op Daniel gaat zitten. Vandaag worden echt de verbondjes worden gesloten. Je kan met iemand even een gesprekje hebben voor een minuut of vijf en proberen informatie uit te wisselen of los te krijgen van de ander. Na verloop van tijd wordt het super belangrijk natuurlijk, wat je weet. Nu is het nog een beetje vaag al. Dus je kweekt een soort vertrouwen wat er misschien helemaal niet is. En dat weet je nooit.